Zeven personen zijn aangehouden in de zaak waarbij een vliegtuig met drugs werd aangetroffen in Saramaca. Het betreft twee buitenlanders en vijf Surinamers. Er werd meer dan 400 kilogram aan drugs aangetroffen en in beslag genomen. Het vliegtuig is aangetroffen aan de Oost-West-verbinding ter hoogte van kilometer 80 in het district Saramaca. Op de locatie die een rijstfout moet voorstellen, staat er een geavanceerde landingsbaan die langer dan 2 kilometer is. De redactie verneemt dat de eigenaar van dit terrein dezelfde persoon is van wie het terrein is waar recent nog een duikboot werd aangetroffen. Daarbij werden drie Colombianen en een Cubaan aangehouden.